Mijn naam is Hans Deltour, geboren in het jaar 72. Dus volgend jaar is 50 carnaval, maar ook 50 jaar in carnaval. Ik ben José de Puit, ik ben 75 jaar nu. En ik werd in 82 verkozen als 10e prins carnaval. Ik ben Roger Cuvelier, geboren en getogen in Hullegem. Niemand minder dan de burgemeester werd aangesproken. En ik was dan de jonge schepen en zo ben ik erin gerold. Vroeger was er een bal ieder jaar van basket en de volleybal. Maar dat verwaterde, dan praten ze alle twee geen volk meer. Nee. En dan ook beslist dan, we gaan te samen een bal geven en wat noem carnavalbal. En je leeft daar naartoe, allee, ik weet niet, het is zoiets van natuur in Hullegem, denk ik. Al de wagens van Hullegem worden hier gebouwd. De wagen moet getimmerd zijn, geskelderd. Als je daarbij zit, dan neemt er een borstel in je hand of een hamer en helpt. Tegen, ja. De wagen werd gemaakt bij een boer, onder een afdak, in een schuurtje. Maar daar gaan we mee. Ik weet dat we daar nog veel kouder geleden hebben. Dus nu zouden we dat niet meer doen. Allee, en de jeugd gaat dat ook niet meer doen. Dus hier heb je een ideale plaats. He. We zitten met goede bende, veel jeugd nu ook die meewerkt. Zaterdag zitten hier zeker 100 mannen die werken aan de wagens en luide muziek. Deze muziek daar, dat muziek. Dan een bak bier en dat kan dat niet. Als je kwam, dat was dan een keer voor een pintje te drinken ook. En wat te staan babbelen en te zeggen dat het mooi was. Maar die niet veel deden ook. He. De eerste 5 jaar was een beetje op de mak, kleinschalig, maar dat had een geweldige boom dan. Op een bepaald moment 70 groepen, dat was ondenkbaar. Wij moesten een voorselectie doen voor een bepaald moment voor de prinscarnavalverkiezing. 12 of 13 kandidaten moet dat ik er op één avond doen. Wij waren met 5 kandidaten. Iedereen met een serieuze groep achter hem. Dus verenigingen, cafés. De KSA, de Hero, de café, vriendenkring. Aan de zonder supporter kun je bijna kunnen doen. Het podiumact moet er veel op gebeuren. Liedjes schrijven, oefening doen. Het is werk aan. Ja. Iedereen zoekt een thema. En het thema was Schotten. Ik was een harlekijn. Dus mijn vrouw had een kostuum gemaakt, harlekijn kostuum. Mijn vrouw en man een stuk Schotse rotten gemaakt. Dus na de stoet is er om de prijzentrekking in de tent. Dan zit dat stampvol. Er zijn een 12-tal proeven. En ik weet dat ik tamelijk slecht stond voordat de laatste reeks begon. Hoe je het ziet, ja, ze verloopt een derde. Ze zijn dat die over, wees de eerste. En ik heb alle drie de laatste proeven gewonnen. Oh ja, dat is kippenvel. Ja. Zeer gelukkig natuurlijk. He, was ik, ja. En de supporters, ook het enthousiasme van de supporters. In feite weten dan niet meer wat er allemaal gebeurt he, daarna. He. Dat is... Oh. Dat was eigenlijk iets machtig. He. Het valt op dat ieder jaar dat geweldig meevalt. En dan ben ik uit alle van de bevolking, en met de mensen, he, zowel jong tot gepensioneerd. Ik ben een keer naar alles gaan zien. Je kunt dat niet vergelijken met hier. Dat is geen praalstoet hier he, in Hullegem. Hier voelde de tevredenheid van de mensen die dat verwezenlijkt hebben. Dus iedereen is content met de wagen dat ze er zijn. En dat doet deugd. Mijn eigen kinderen hebben er natuurlijk ook nog mee gegaan. Maar nu, ja, de kinderen zijn thuis uit. We gaan naar de stoep, we kijken een keertje in, we volgen dat mee. Maar uiteindelijk, je blijft sympathisant. Ja, je hart en nieren. Maar kun je alles doen. Ik kan je zeggen, soms kan je een trantje laten. Gaan ze starten om 2 uur. Ik denk, oh ja. En ik draai en dan, oh, ze zijn start. Echt hoor. En ook zo, op het podium, gaan ze de prijzen overroepen. Ik denk, oh ja, dat kribbelt.